Hoi, welkom bij een nieuwe video van leukerecepten.nl. In deze video ga ik laten zien hoe je zelf heel makkelijk een verse tomatensaus maakt die ideaal is voor bij de pasta. Ik ga deze saus maken met Roma tomaten. Die ga ik zo eerst eventjes ontvellen. Ik ga beginnen met een kruisje te maken achterin de tomaatjes. Daarna ga ik ze onderdompelen in net niet kokend heet water en daarna afspoelen onder de koude kraan. Daarna laat het velletje zo los. Zoals je ziet, laat het velletje heel makkelijk los. En dan gaan we de tomaten eventjes in kleine blokjes snijden. Als de tomaten in stukjes zijn gesneden, gaan we verder met het bakken van de ui en knoflook. Hiervoor verhit ik een klein beetje olijfolie. En hier voeg ik vervolgens de ui en de knoflook aan toe. Ik heb 2 shallotjes gebruikt. Dat is ook helemaal prima. En deze fruiten we even 2 à 3 minuutjes aan. Op deze saus is heel veel variatie mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld wat ontbijtspek erbij bakken of een rood pepertje voor een pittige smaak. Maar ik laat vandaag de basisvariant zien. We gaan verder met wat tomatenpuree. Dit bakken we even kort mee. En vervolgens gaan ook de blokjes tomaat erbij. Dan voegen we wat gedroogde oregano toe. En een scheutje bouillon. Dat roeren we even goed door elkaar. En dan laten we de saus ongeveer 20-25 minuutjes zachtjes pruttelen. Dan zul je zien dat de tomaatjes fijn worden en dat het meer een egale saus wordt. Na ongeveer 25 minuten ziet de tomatensaus er zo uit. Ik heb halverwege nog wat extra bouillon toegevoegd. Wil je de saus nog wat minder grof hebben, dan kun je hem nog wat extra lang door laten koken. Of je kunt hem iets laten koelen en dan helemaal fijn malen in de blender. Als laatste gaan we nog wat basilicumblaadjes toevoegen. En dan is je saus klaar. En zo maak je heel makkelijk zelf je eigen verse tomatensaus. Ik ga er dadelijk lekker nog wat spaghetti en gehaktballetjes bij maken. Een extra tip is om een hele grote hoeveelheid hiervan te maken en in te vriezen in de vriezer, zodat je altijd verse tomatensaus bij de hand hebt. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.